mode on tour is beland in Sliedrecht. Ik bezoek hier een paar modezaken, waaronder een lingeriezaak. We zijn in Sliedrecht. Wat is Sliedrecht voor een stadje? Sliedrecht is een heel gezellig klein stadje met eigenlijk voor ieder wat wils. Wat voor een winkel is dit? Nou, wij zijn met name gewoon een jeanswinkel. Wij noemen ons de jeans specialist, omdat we eigenlijk voor ieder wat hebben. Mannen, vrouwen, stoere merken. We proberen gewoon op de hoogte te blijven van alle trends en dingen die gewoon op dit moment helemaal hot zijn. Dat doen we door bijvoorbeeld bezig te zijn met steeds nieuwe merken in onze winkel te voeren. En gewoon op de hoogte te blijven. We zijn in een lingeriezaak. Je hebt ook veel ervaring in mode. Wat zijn de grote verschillen tussen een modezaak en een lingeriezaak? Bij ons stapt eigenlijk elke doelgroep binnen. Dat is van voedings-BH tot korselet, borstprothese, mooi lingerie-setje. Dus de mannen stappen ook binnen om een lingerie-setje te kopen. En als je in de winkel staat, heb je één doelgroep. En dat is het dan eigenlijk. Dames en heren, hè, zijn totaal verschillend qua jeans. Kun je die verschillen uitleggen? Dames willen gewoon met name een lekkere fit, die gewoon een broek die goed zit, die mooi uitkomt, die eventuele nadruk legt gewoon op het figuur. En mannen, die moet gewoon lekker zitten, het moet vaak relaxed zijn, die zijn gewoon misschien wat praktischer. En wij willen natuurlijk ook met name het oog. Waar gaan we naartoe met de jeans, denk je? Welke trends komen er? Dat is goed te volgen Blue Blood loopt erin gewoon goed vooruit. Het blijft ook heel veel combinaties, met name uitgewerkte broeken, maar die bijvoorbeeld weer af zijn gewerkt met wat leer of net andere stiksels, wat draaiingen in de broek. De beige broek, dat blijft natuurlijk ook altijd in, dat is gewoon altijd. Maar met name de wat apartere broeken, die zie je nu met name in opmars. Heb je veel mannen in je zaak? Met de borstprothese klanten komen vaak mannen wel mee. En zeker de laatste jaren is dat veranderd. Dat ze toch gewoon meer willen van, wat vindt mijn man daarvan? En dat hij er ook achter staat wat ze meenemen. En verder heb je gewoon de mannen die echt een leuk lingerie setje voor hun vrouw komen kopen. Ja. Hoe gaat dat dan? Qua maten, dat weten ze natuurlijk helemaal niet. Ik denk 15 jaar geleden wisten mannen dat echt niet. Of ze keken hem aan en zeiden ze, het is iets meer als jij. Of ze zijn iets breder of iets kleiner. En dan hielp je ze zeg maar op die manier. En dan vaak kwamen de vrouwen terug voor de juiste maat. En je merkt nu echt dat de mannen die binnenstappen, die weten echt de maat. Die hebben gewoon eventjes goed gekeken. Die hebben goed gekeken of gewoon gevraagd. Hè. En vrouwen zijn natuurlijk ook mondiger geworden van, ga eens wat leuks voor me halen. En je moet die maat hebben. Dus ik denk dat dat ook veranderd is. Zijn jullie actief op social media? Ja, we hebben elke dag zetten we op onze Facebookpagina van todayjeanswear.nl zetten we een set van de dag voor dames en heren. Dus een combinatie van een broek met een shirt en een schoenen. Om de mensen daarmee te laten een beetje inspiratie te geven voor wat er op dit moment hip is en wat wij te bieden hebben. En daar wordt heel goed op gereageerd. Mensen komen echt naar de winkel van, dat setje heb ik gezien en dat wil ik graag hebben. Wat is mode voor jou? Mode is passie, inspiratie en het is ook gewoon gezelligheid. Delen met mijn klanten en de mensen om ons heen. En ik moet zeggen, daar word ik wel heel blij van.